tijd van de economische teruggang wie gezonde moeilijk. Steeds minder gasten, steeds meer kamers leeg, om wanhopig van te worden. Maar toen, opeens, vanuit het niets, dacht de keizer Augustus hemzelf. Een echt ouderwetse volkstelling. Ja, ja. Vader, alle kamers zitten vol. Wat als er nog meer gasten komen? Daar passen we wel allemaal aan. Hoe meer ziel, hoe meer... Vreugd? Precies, dat woord zocht ik. Iedereen moet naar de plaats waar hij of zij geboren is om zich te laten registreren. Dat betekent grote drukte in Bethlehem. Als je maar niet over je toe raakt van al die drukte. Mam, ik ben heel stressbestendig. Ha, laat me niet lachen, jongen. Jij hebt geen rust in je kont. Bedankt voor het vertrouwen, moeder. Mirjam, ik zeg je, dit is het beste wat ons ooit kon overkomen. Oei, nog meer gasten. Hallo, hallo. Mogen wij binnenkomen op dit laatste uur? We hebben een lange reis achter de rug en zoeken een slaapplaats. Heeft u nog ruimte? Natuurlijk, natuurlijk. Er is geen bed meer vrij, maar ik heb nog ruimte genoeg. Ik kan matjes neerleggen. Is dat een idee? Nou ja, als u niks anders heeft. Nee, hè? Gegroet, burger. Ik wil de herbergier spreken. Nou, dat komt goed uit. Dat ben ik. Mijn naam is Nathan. We hebben een comfortabel bed nodig. Regel dat voor ons. Nou ja, dat gaat niet lukken, ben ik bang. Wat zeg je me nu? Natuurlijk gaat het lukken. Mijn zoon bedoelt dat het wegens de drukte alleen wat extra tijd kost om de bergen gereed te maken. We vragen enkel wat geduld. Mag ik ondertussen tactisch wat te drinken aanbieden? Natuurlijk, mevrouw. Ai, wat is de taai? Inderdaad. Dit brood komt zeker uit het jaar nul. Onzin, ik heb het vandaag gebakken. Uit het jaar nul dus. Wat een drukte, soldaat. Die volkstelling moet nog een hele klus. Wat denkt u, centurio? Moet die schapen ook mee tellen? Herders, wat doen die schapen hier? Het is hier geen kinderboerderij. Centurio, dit zijn mijn vaste klanten. Hun schapen zijn hier welkom. Kijk aan, Romein. Daar heeft Merkje mijn ding op te zeggen. Een volkstelling? Hoe komt de keizer op? Wat een chaos. Ik vind het wel gezellig. Wacht, ik heb een idee. Attentie, attentie. Mag ik u even de aandacht? Je bedoelt, mag ik even de aandacht? Ja, zometeen. Nu ben ik even bezig. We zijn hier voor de voorstelling. Kan iedereen zijn hand opsteken? Jij daar, herder. Je schaapt al niet mee. Weet ik. Waar steek je dan twee handen op? Ik ben herder 2. Herder 2? Ja, en hij is herder 1. Waar staat dit nou op? We hebben geen naam gekregen. Ik ben herder 1 en hij is herder 2. Had ook al een gekund natuurlijk. Wil je ruilen? Ja, wat een leuk idee. Zwijg! Er ruilt hier helemaal niemand. Ik heb geen nummer gekregen. Hoeveel handen moet ik opsteken? Oh, is het afhankelijk van nummer? Ik heb ook geen nummer. Mag van niemand zijn nummer? Nee, maar die wil ik! Nee. Stilte! Nummer of geen nummer? Iedereen blijft hier. Heeft iemand nog vragen? Laat maar zitten, bedoel wel schatting. Nee, om een nul. Iedereen blijft hier. Morgenochtend moet iedereen zich bij mij laten melden om zich te laten registreren. Om de beurt? Dat gaat verschrikkelijk lang duren. Er zijn honderden mensen naar Bethlehem gekomen. Dan zitten wij vast in deze volgepropte herberg. Sorry mensen, dat is mijn bevel van de keizer. Oh,
meisje. Ik ben Centurio Magnus Gladianus, leider van het Romeinse legioen. Ik zoek voor vannacht de garage voor mijn nieuwe strijdwagen. Hey, dat zal niet gaan. Uw strijdwagen zal buiten moeten blijven staan. Buiten? Het is een cabrio met 2 pk en zwaar metalen velgen. Weet je wat dat ding me heeft gekost? Een CVI. Wat? Dat is zeker CIV te veel. Zwijg, soldaat Rufus. Wat weet jij er nog van? MCVI, CIV. Romeinse cijfers. Oh, rare jongens die Romeinen. Verder hebben we een comfortabel bed nodig. Dat zou ook niet gaan. We zitten helemaal vol. Onzin. Soldaat Rufus, kijk of dat bed geschikt is. Prima bed, niks mis mee. Dat is dan geregeld. Maar die bedden zijn niet beschikbaar. Die bedden zijn voor deze 2 herders. Herders? In de naam van keizer Augustus eis ik deze slaapplaatsen op om ter beschikking gesteld te worden aan het machtige leger van Rome. Volgens mij is de Romein niet zijn eigen gezellig ik. Ik eis de bed op en wel nu. Goed, goed. Slapen wij weer in het veld. Het is toch hartje zomer. Winter. Zomer. Nee, het is winter. Het zijn december. Wie heeft jou het wijs gemaakt? De mensen vallen van het dak. En toch is het winter. Oké, dan wijsneus. Dan is het winter. Ook goed. Nee hè? Nee, nee, nee! Hallo meneer. Ik ben Jozef. Dit is mijn verloofde Maria. Wij zoeken een slaapplek. We zitten vol. Ja, maar... Mirjam! 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 Ah, daar ben je. De gasten boven hebben schone handdoeken nodig. En de paarden van de Romeinse gasten hebben dorst. Kan je dat voor me regelen? Komt voor mekaar. Nee, hè? Jullie weer? Maar meneer, we hebben een lange reis achter de rug. En mijn verloofde is hoogzwanger. Oh, gefeliciteerd. We zijn erg moe. Dat kan ik me goed voorstellen. Het wordt al donker. We zoeken een slaapplek. Dat begrijp ik. Dus u heeft een plekje voor ons? Nee. Nathan, dat kun je niet maken. Die vrouw is hoogzwanger. Schaam je. We hebben geen plek meer. Dan maken we plek. Hallo, komt u maar even binnen hoor. Let maar niet op deze lomprik. Ga jij maar even zitten, Nathan. Dan regel ik een slaapplek voor ze. Thuis, madame, mevrouw. U kwam als geroepen. Misschien is dat ook wel zo. Wat bedoel je? Ik geroepen? God zocht op een speciale manier voor ons en voor ons kindje. Het is een bijzonder kind, weet u? Natuurlijk, schat. Elk kind is bijzonder. Nee, dat bedoel ik niet. Mijn kindje zal zijn dan alle andere kinderen. Dat is me verteld. Wat bedoel je toch? Je spreekt in raadselen. Dat is een wonderlijk verhaal. Hoe heet je, schat? Maria, en dit is Jozef. Kom, Maria, dan breng ik je naar je slaapplaats. Dan kunnen jij en Jozef met het hele verhaal nog even rustig vertellen. Een engel. Wie gelooft nou zoiets? Nathan, je bent toe aan een beetje...
hè? Nathan, je raadt nooit wat er zou overkomen. Wat? Hoe laat is het? Je moet nou eens luisteren. Het was ongelooflijk. Jongens, het is midden in de nacht. Kan het niet wachten tot morgen? Nee, dat kan niet. We moeten het jullie nu vertellen. Dus wees eens even stil. Luister, ik zeg luister naar wat hij je zeggen wil. De hemel die brak open en een engel sprak ons aan. Ik zeg je wie zit zoiets? Ik geloof pas iets. Als ik het zelf heb gezien. Hey. Hey jij. Hey. Hey jij. Iedereen, dus ook voor jullie, luister nou. De koning is geboren hier in Bethlehem. Zeg je wie verzint zoiets? Ik geloof pas iets als ik het zelf heb gezien. Hey, een stralend licht, een engelen. Om ons te overtuigen. Hij zei, jullie zullen een baby vinden. In doeken gewikkeld. En liggend in een voerbak. Daarna verscheen een groot koor van engelen. En die zongen, eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen die hij lief heeft. Maar Nathan, jij gelooft ons toch wel? Nou ja, het zit zo. Hebben jullie niet ietsjes te veel gedronken? Nee hoor, we hebben de hele nacht nog niets gedronken. Geen glaasje. Geen slok. Geen druppel. Nou dan. Goed dan. Ik kan mij het ook schelen. We zijn nu toch allemaal wakker. Mirjam, drink voor deze twee heren. Eén glas hoor. Daar gaan we meteen zoeken. Zoek je mee, Nathan? Ben je gek? Sorry jongens, het spijt me. Ik kan jullie niet geloven. Niet voordat ik zelf een engel heb gezien. Het spijt me. Beste herbergier, mogen wij u iets vragen?
Als jullie een slaapplaats nodig hebben, kan ik jullie niet helpen. Nee, nee, wij zoeken geen slaapplaats. Wij hebben tenten voor onszelf en voor onze dienaren. En voor onze 35 kamelen. Dienaren? 35 kamelen? Wie zijn jullie? Wij zijn Kasper, Melchior en Balthasar. De twee wijzen uit het oosten. Twee? Maar jullie zijn toch met z'n drieën? Klopt, maar Balthasar is niet wijs. Oosterse humor. Oh. 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 Oosterse humor. Zou je ons kunnen vertellen hoe ver het nog is naar Bethlehem? Bethlehem? Bethlehem is hier. U bent in Bethlehem. Echt waar? Heren, waarom bent u zo blij om in Bethlehem te zijn? Mag ik het zeggen? Ja, ik mag het zeggen. We waren op reis naar Bethlehem. Nou, we iets heel bijzonders hebben gezien. Iets buitengewoons. Iets wonderlijks. Iets buitengewoons. Iets wonderlijks. Wat dan? Een groot licht? Een engel? Een heel koor met engelen? Nee, een ster. Een ster! Wat bijzonder. Ja, heel bijzonder. Laatst van de week ook nog een ster gezien hebben. Toen ik vanochtend mijn oog stootte, zag ik er zelfs 10. Jij heet toch Kasper? Kun je me meer vertellen over die ster? Waarom zijn jullie naar Bethlehem gekomen? De ster heeft ons gewezen. We zijn naar Bethlehem gekomen om ons koningskind op te zoeken. Dan denk ik dat jullie beter even bij mij mee kunnen komen naar de stal. Miriam, wat is er toch met iedereen aan de hand? Eerst die verhalen over die engelen en nu die verhalen over die ster. Ik begrijp er niks van. Miriam! Ster. Wat bedoelen jullie? Ster. Buiten. Een blinkende, ver in het oog springende, niet tenminste een kolossale ster. Beginnen jullie nou ook over die ster? Waar is die dan? Boven mijn herberg? Nee, boven de stal. Hij staat boven de stal. Boven de stal? Ja, Nathan. Zit er iets bijzonders in de stal? Nee, helemaal niet. Behalve dan... Wacht eens eventjes. Het zal toch niet waar zijn? Nathan, gaat het wel? Je kijkt zo raar uit je ogen, Nathan. Hallo. Wijzen, ster, koningszoon, Bethlehem, ongelooflijk. Nathan, gaat het wel met je? Ingewikkeld, doeken, kindje, zwanger, verloofde. Nathan, dom hoor. Ik geef het op. Er valt niet met die man te communiceren. Laat mij maar. Ik kan altijd goed met dit soort types. Wat te begrijpen wij niet aan ons jij probeert vertellen? Ik moet naar de stal toe. Ik moet nu naar de stal toe. Nathan, wacht op ons. Rare jongens. En waar denk jij naartoe te gaan, soldaat? Wat denk ik? Ik ga naar de stal kijken. Kom mee. Een koningskind. Een echt koningskind. Onze lange reis was niet voor niets. Ik heb nog nooit zoiets wonderlijks gezien. En Nathan, ben je overtuigd? Of wil je de ster nog even kijken? Of wil je een engel zien? Ik hoef geen ster te zien. En zelfs geen engel. Waarom niet? Omdat ik het kindje heb gezien. Daarom. Is van nou.